meest voorname klokkengieters die we hebben gehad. Uiteraard van de Verenigde Familie van der Gijn. Maar er zijn eigenlijk maar twee bijarten van Andreas Jozef van der Gijn overgebleven van het gezicht van de Normaal gezien moet eigenlijk de hoek tussen de greppelgraad en de greppel 95 graden zijn. Ja, en we zijn er hier van wat dat gaat bieden. Er zijn hier twee klokken van Vlaamse klokkengieters. En daar hoor je dan precies het verschil. Dit is een luidklok, niet bedoeld voor een bijartfunctie. En dit is een bijartklok die geen luidfunctie heeft. Ze hebben wel min of meer dezelfde toonhoogte, maar deze is gestemd. Het is een octaafklok en deze is natuurlijk niet gestemd. Dus, ja. Een van de eerste dunerieklokken van hem, want hij was 22 toen hij deze klok heeft gekocht. F1 waard. Het is een fijn instrument. Mijn naam is Jeroen. De